Hallo en welkom bij Erps Kwerps Echt. Elke week posten wij een nieuwe video van ongeveer een kwartier met geestelijke bemoediging vanuit christelijk evangelisch perspectief. Nu verschijnt de nieuwe video nog elke zondag om 14:00 PM, maar vanaf volgende maand, dus vanaf Pasen, zijn we er steeds al vanaf 10:00 AM. Maar natuurlijk kun je ook later kijken op een tijdstip en dag die jou passen, op Facebook of op YouTube. Deze week hebben we originele kunst voor je met een uitleg door de kunstenares die het heeft gemaakt. Ook hebben we weer een gebed met voorjaarsbeelden uit de omgeving van Erps Kwerps. Maar we beginnen met een overdenking door Chris. Dag iedereen. Het thema van veel christelijke songs is innerlijke rust en vreugde. En dat is inderdaad iets wat God ons wil schenken. Maar soms is onrust en verdriet over onrecht en leugen meer op zijn plaats. En daarover gaat het lied Maak ons hart onrustig. Het is een prachtige song met aangrijpende beelden, een oproep om de ogen niet te sluiten voor de noden van deze wereld. De auteur van dat lied schrijft: In de kerk vond ik houvast, comfort en veiligheid. Daar zijn we als kerk goed in. Maar comfort werd voor mij zo belangrijk dat ik mij begon af te sluiten voor ongemak. Dat veranderde toen hij mensen in nood ontmoette. Via dit lied hoopt hij dat we in ons gewone leven oog krijgen voor deze mensen. Jezus zag dat de religieuze leiders in zijn tijd geen oog hadden voor de nood van de medemens. En hij gebruikte de parabel van het verloren schaap om dat probleem aan te kaarten. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morgen tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. We zien bovenaan de fariseeën, daaronder de gewone mensen met ook prostituees en tollenaars. De lichaamstaal spreekt boekdelen. De ene groep is arrogant en trots en keert Jezus de rug toe. De andere groep luistert geboeid. Het is de omgekeerde wereld, want je zou verwachten dat de religieuze leiders gefascineerd zouden zijn door die man van Nazareth die zoveel inzicht had in Gods woord en zo'n bijzondere dingen deed. En je zou denken dat de tollenaars en de prostituees, die gekend waren om een immorele levensstijl, hem zouden mijden. Maar het omgekeerde gebeurt. De zondaars ervaren dat Jezus hen au sérieux neemt, hun problemen kent en hen wil helpen. En ze openen zich voor hem. Hun houding wordt getypeerd door het woordje luisteren. De fariseeën komen ook, maar hun houding wordt gekenmerkt door het woordje morren. Zij verwijten Jezus dat hij omgaat met zondaars, dat hij mensen geneest op Sabbat, dat zijn leerlingen hun handen niet voldoende wassen, enzovoort. Jezus wil het foute godsbeeld van de fariseeën en de notaine levensstijl corrigeren. Maar Jezus richt zich ook tot de zondaars. Hij wil ook hun foute godsbeeld en levenswijze corrigeren. Hij maakt hen duidelijk dat God ook naar hen op zoek is en hun leven radicaal wil vernieuwen. Voor de fariseeën was Jezus' houding godslasterlijk, want God is heilig en heeft een afkeer van de zonde. Tollenaars en prostituees waren niet welkom in de synagoge en wie met hen omging, compromitteerde zichzelf. Maar voor die zondaars ging een nieuwe wereld open. Jezus had een uitzicht op vrede met God en met zichzelf. Wat zegt Jezus over dat verloren schaap? Als een van u 100 schapen heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de 99 andere schapen in de eenzaamheid achter om op zoek te gaan naar het verloren schaap, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, neemt hij het vol blijdschap op zijn schouders. Thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren en zegt hen: deel in mijn blijdschap.
want ik heb mijn verloren schaap weer teruggevonden. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Misschien liep het schaap verloren door zijn eigen schuld. Misschien was het gekwetst door een agressieve ram. Het dreigt nu verscheurd te worden door een roofdier. Of het zal de hongerdood sterven in de woestijn. Jezus hoopt dat de luisteraar zijn fantasie gebruikt. Om het verhaal aan te vullen en natuurlijk ook toe te passen op het eigen leven. Want misschien lijkt onze positie een beetje op die van het verloren schaap. Misschien op die van de herder. De les is eenvoudig te begrijpen. God ziet om naar mensen in nood en hij vraagt van ons hetzelfde. Ik wil nog de aandacht vestigen op iets anders. Jezus toont hoe onrust en pijn plaatsmaken voor grote blijdschap. Er is vreugde bij het schaap, de herder en de vrienden. Je ziet dat aan die geel gekleurde woorden. Wat een contrast met de ongelukkige fariseeën. Jezus heeft het in zijn conclusie ook over de engelen. Waarom is er zoveel blijdschap bij de engelen over één zondaar die zich bekeert? Beter dan wij, mensen, zien zij de tragische consequenties van het verloren zijn, van een leven zonder God, nu, maar vooral ook later. Maar zij zien ook wat er gebeurt met het geredde schaap. Het vooruitzicht dat een verloren mens zal delen in de onnoemelijke rijkdom van Gods nabijheid, geeft hen immense blijdschap. Deze video is een oproep aan verloren schapen om de stem van de herder te beantwoorden. En het is een oproep aan zij die veilig deel uitmaken van de kudde om medeleven te tonen met de mens in nood. Dankjewel, Chris. Als we bij Jezus horen op de manier waarop Chris juist vertelde, of als je bij hem zou willen horen, dan mogen we tot hem bidden. Daarom nam Rita voor ons het volgende gebed op. Voel je vrij om mee te bidden of anders rustig te luisteren en te genieten van de voorjaarsbeelden die rondom ons dorp zijn opgenomen door Christina. Heer, ik wil u danken. Danken, omdat ik in deze coronapandemie meer tijd heb gekregen om na te denken. Meer tijd om stil te staan bij de vragen die ik me altijd gesteld heb. Bij de zoektocht die ik tot nu toe heb afgelegd. Jezus, u gaf ons de raad om onze kamer in te gaan. De deur dicht te doen en te bidden tot onze Vader. Nu ik minder sociale contacten heb, heb ik meer tijd om dit ook echt te doen. Om uw gezelschap te zoeken en te proberen mijn relatie met u te versterken. Ik kan in alle rust mijn hart voor u openen. Alles met u delen en samen met u naar antwoorden zoeken. God, wat wilt u mij tonen? Wat kan ik van u leren? Hoe kan ik van u leren? Ik lees zo vaak dat als ik u zoek, u zich laat vinden. Mijn Bijbel helpt me om uw woorden te lezen en erover na te denken. En ook door te bidden kan ik uw wil zoeken. Wil u mij helpen om meer te bidden, u meer te zoeken, u te vinden? Wil u mij helpen, Heer, om mijn focus te verleggen van mezelf naar de ander en het beste te zoeken voor de ander in plaats van voor mezelf? Ik bid, Heer, dat uw koninkrijk mag komen, dat de gebrokenheid van deze wereld hersteld zal worden. En rust, vrede
en harmonie zullen heersen. Wat kijk ik uit naar uw komst, o Heer. Dankjewel, Rita en Christina. Misschien heb jij deze week ook al genoten van voorjaarsbloemen, of van de katjes aan de bomen, of van de kracht van de wind en de regen. De natuur kan ons enorm inspireren en dat vond ook onze kunstenares Lanette Breed. Zij maakte voor ons de volgende opname. En God zei, laden er allerlei gewassen, zaaddragende planten en vruchtenbomen met zaad en hun vruchten op aarde groeien. De zaden zullen steeds weer planten en bomen voortbrengen. Dat gebeurde en ook nu was het goed, zag God. Genesis 1 vers 11 tot 12. In de winter ben ik gefascineerd door de kale bomen, de schoonheid van hun naaktheid. Dit zegt, dit is wie ik ben, de echte ikboom. Ik ben hier geplant en ik zal de boom zijn waarvoor God mij heeft gemaakt. Ik kan geen andere boom zijn. Ik ben trots op wie ik ben. Kom en zie mijn littekens. Dit plaatsen in mijn skors waar de insecten leven, de krassen en de knoppen. Deze onvolkomenheden vertellen jou over mijn karakter en innerlijke schoonheid. Tijdens de harde wintertijd word ik aan de buitenkant ontdaan van mijn schoonheid. Mooie bladeren, bloemen en vruchten die mij identificeren. Tijdens het schilderen van de volgende kunstwerk dacht ik aan de binnenkant van de boom. Zijn karakter en hoe hij zo symbolisch voor ons is. Het voelde alsof ik naar een wonderland van schoonheid en complexiteit ging. Er is zoveel meer dan de droge, kale takken die ik in de winter zie. In elke boom zit een verhaal, een geschiedenis van het leven van de boom. Moeilijke tijden en goede jaren met veel zegeningen en veel water en voedingsstoffen zijn allemaal zichtbaar. In al die verschillende tijden was God daar, naar zijn boomcreatie aan het kijken, er innig van gehouden. Als God zoveel geeft om een boom die hij heeft gemaakt, hoeveel te meer houdt hij dan van mij? Iemand die naar zijn beeld is gemaakt. Dankjewel, Lanette. Dat was het voor deze week. Als er in deze video iets is gezegd waarop je wil reageren, neem dan gerust contact met ons op. Ons e-mailadres is contact@erpskwerpsecht.org. Ook als er iets is waarvoor wij voor jou kunnen bidden, neem dan contact op. Elke donderdagavond om 19 uur komen we een uurtje bij elkaar, momenteel nog online, om samen in het Markusevangelie te lezen en te praten over hoe dat van toepassing is op ons leven van vandaag.
Laat het ons weten als je zou willen toekijken of deelnemen, zodat we jou een link kunnen toesturen. En anders zie je ons volgende week weer. We wensen jou Gods liefde en nabijheid toe. Dag!